Ik heb flaporen. Niet extreem, in elk geval zodanig. Ja, in mijn tienertijd was ik daar onzeker over. Dus wat ik dan vaak deed, als ik dan met een meisje aan het praten was, ging ik zo'n beetje gedraaid naar haar toe staan. Ja, zodat ze hopelijk niet zag dat ik flaporen had. Ja, wat ook al meteen aangeeft, ja, dat ik nog niet echt dacht in termen van een lange termijn relatie. Ja, zoiets ga je nooit lang volhouden. Ja, lijkt me sterk dat ik op mijn 20-jarige jubileum tegen haar zou kunnen zeggen: lieverd, ik moet je wel bekennen, ik heb flaporen. En ik heb ons al die tijd zo gedraaid naar je toe gestaan, dus dat zag je helemaal niet. En dan zei ze: oh Tim, wat een opluchting, want ik heb ook altijd gedraaid naar jou toe gestaan, want ik mis één arm. Nou, komt dat even mooi uit? Onwaarschijnlijk. Nou, als geen andere diersoort verstaat de mens en de kunst van het verhullen. Beethoven die naar het platteland vlucht om zijn doofheid te verbergen. En Josephine nooit de tanden liet zien. En ik denk vaak, het is niet eens het gebrek zelf waar we het meest onder lijden. Maar de schaamte ervoor. In mijn geval is het de reden dat ik een hekel heb aan een heel seizoen. Aan de zomer. Eigenlijk twee redenen waarom ik een hekel heb aan de zomer. Ten eerste in de zomer. Er komt een soort lichtzinnigheid over iedereen heen. En iedereen gaat op het terrasje zitten alsof ineens alle zorgen van de wereld verdwenen zijn. Alsof we ineens allemaal zijn vergeten dat we hier maar wat ronddolen zonder dat we weten waarom. En onvermijdelijk doodgaan. Nou, dat is de eerste reden. De tweede reden is dat ik kalknagels heb. Ja, wat nog de relatief gunstige benaming is voor schimmelnagels. En dat is in feite wat het is. Ja, en objectief gezien niet het meest erg wat je kan overkomen. Ja, maar het is de schaamte ervoor. Ja, durf ik geen slippers of sandalen aan in de zomer. Ja, doe ik schoenen aan. Nou, dan gaan mijn voeten zweten. Nou, wat zijn de ideale omstandigheden voor schimmels? Warmte en vocht. Nou, dus ik kom in een soort vicieuze cirkel terecht van schaamte en schimmel. Waar ik gewoon niet meer uitkom. En in theorie zijn allemaal dingen die je kan doen. Ik ben al jaren aan het smeren met van alles niks helpt. Enige wat echt schijnt te helpen zijn zware terbinafine tabletten. Ja, die durf ik niet te slikken, want die hebben allemaal potentiële bijwerkingen. Bijvoorbeeld een van de bijwerkingen is leverfalen. Ja, dus zeg maar dat je lever ermee ophoudt. Nou, voor mijn gevoel is het niet helemaal in proportie met wat ze moeten verhelpen. En je drinkt ook geen hoesdrank met als bijwerking aids.